De hoge heren in Den Haag hebben een paar meevallers te pakken. Maar voor het geld binnen is, is het alweer uitgegeven. De Geenstijl Bubble Ginger staat vandaag in Den Haag. Met de vraag, wat zou u doen met de meevaller? Dan zit ik er voorlopig even op de bank. Voor even te kijken wat de toekomst in gaat brengen. Weet ik veel. Joh, op mijn leeftijd. U heeft nooit een financiële meevaller? Nee hoor, ik heb het nog nooit gehad. Geeft het niet zomaar weer uit? Nee, absoluut niet. Dan ga ik op een cruise. U geeft het gelijk uit? Onmiddellijk. Hoe de politiek op een gegeven moment het geld van de burgers gewoon verkwast heeft. En het is gewoon heel triest dat je nou als burger er weer extra moet gaan betalen. Ik vind het hele vervelende mensen allemaal. En die gaan nooit op cruise. Er zijn een paar meevallers en ze geven het gelijk weer uit. Ja, nou dat kan je thuis dus ook niet doen. Dan snap ik dus ook niet waar de regering dat ook gewoon doet. Ja, maar dat is altijd al zo. Ze lopen allemaal te kutten. Het geld wat ze niet hebben, geven ze al uit. Dus ja, en dat gaat sowieso toch niet veranderen. Wij hebben nauwelijks brood. Nee, kaas op het brood. Je moet het gewoon zien als de normale huishouden. Jij kan ook niet meer uitgeven wat dat je hebt. En dan de macht natuurlijk, weet je wel. Lipjes getuit en borstjes vooruit. Het Binnenhof in Den Haag. De natuurlijke habitat van de homo politicus vulgaris. Hier brengt hij zijn dag door met praten, praten en praten. En soms, op een goede dag, wordt hij vergezeld door de journaliticus irritantes. Het is nog niet eens bekend hoeveel die meevallers zijn of het wordt er weer verdeeld. We zijn bezig met het rondmaken van de wetsvoorstel langdurige zorg. En daar is inderdaad nog wat extra geld voor nodig. De prijs van de zorg is geloof ik in 5 jaar met 15 miljard gestegen. Dat is de grootste zorg. En je hoort alleen maar om je heen. Er moet nog meer geld naar de zorg. Ik wacht gewoon rustig af wat de afspraken worden. Maar dat is toch de PvdA die zegt er moet nog geld bij voor een zachte landing, zoals dat dan heet? Zeker, maar per saldo bezuinigen we deze periode. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Alleen er zijn ook partijen in het huis die zeggen nee, er moet nog meer geld naar de zorg. Want je mag er nooit op bezuinigen, je mag ook nooit hervormen. En dan kom je een jonge sociaaldemocraat tegen die daar niet in gelooft. Ik wacht gewoon even rustig af. Het zijn bijna verkiezingen en ineens zijn er weer allemaal cadeautjes uit te delen. Ja, dat is inderdaad heel erg opmerkelijk. Iedereen krijgt wat, vlak voor de verkiezingen. Is dat geen toeval? Nee, dat heeft niks meer met verkiezingen te maken. Waar het ging over. Echt niet? Nee. Ik ben ook wat ongeduldig, maar ik wacht nog even. PvdA dit, D66 dat. En iedereen wil zijn eigen dingetje. En die staatsschuld, daar heeft niemand het meer over. Ik wel, ja hoor. Wordt u nou nooit moe van dat wachten? Ik ben ook gewend in het verkeer te moeten wachten. Daarom is het zo goed dat we nu niet het dadelijk zesde, zevende jaar krijgen dat we boven de magische 3% van tekort. Toch gewoon naar nul? Jazeker. En daarom gaan we nu onder de 3% en wat mij betreft gaan we nu verder. Kijk, de manier waarop het allemaal gaat en in de achterkamertjes, daar baal ik net zo hard van als u. Waarschijnlijk weet ik niet eens waar ze het van betalen. Wanneer bent u het meest ongeduldig? Als ik heel lang voor een rood licht moet staan. Wachten. Wachten. Er vliegen in één keer bedragen van 200 miljoen over tafel, maar ze zeggen er niet bij waar ze het van betalen. Nou ja, zolang ik geen plannen op tafel heb en zolang ik niet weet hoeveel en waar ze het van betalen, kan ik er inhoudelijk niks op zeggen. Laat helder zijn, de basisregel voor de VVD is of naar lastenverlichting of naar aflossing staatsschuld. En er worden op korte termijn kleine cadeautjes uitgedeeld, terwijl op lange termijn Nederland er niet beter van wordt. En dat kunnen we niet accepteren. Het is voor hun meer Europa, dat kost geld. Meer massa-immigratie kost geld. Meer duurzaamheid kost geld. Meer klimaathysterie kost geld. En tegelijkertijd hier in eigen land worden de mensen gewoon hun zorg afgepakt. En wij moeten allemaal betalen.